Ik denk, afgelopen donderdag was je heel tevreden. Vrijdag zei je van, nou maar hopen dat we dit doorzetten zondagmiddag. En ik denk dat dat gelukt is. Ja, ik vond het elftal zeer gretig. Ik zag het gisteren op de training al met de positiespel dat ze zeer gretig speelden. Zowel bij balbezit als balverlies. En daar kun je bijna vaak aan zien hoe ze uit zo'n wedstrijd zijn gekomen. Je zag wel op het einde dat er toch wel een aantal spelers redelijk doorheen zaten. Maar dat is ook logisch, want dit kost ontzettend veel kracht. Maar nogmaals, als je in twee wedstrijden bijna geen kans weggeeft. Maakt niet uit tegen wie je speelt, dan heb je echt een geconcentreerde groep. Ja, dat is ook puur de vermoeidheid van bijvoorbeeld Mark van Bommel die in een kwartier voor tijd wisselde? Nou, Mark had ook een beetje last van zijn knie. Dus dat was logisch om die er even uit te halen. Ben je het met me eens dat de eerste helft beter was dan de tweede? Ja, iets anders. Iets anders. Maar de tweede helft kunnen we ook uitlopen naar 5-6-0. Die kansen krijgen we en die benutten we dan niet. Als we 6-0 maken, dan zeg je, nou, de tweede helft was ook wel interessant. Dus we hebben die kans die we gekregen hebben niet benut. Maar defensief hebben we als team het wel erg goed gedaan. En door eigenlijk niks weg te geven. Ja, ik vond de tweede helft wel interessant, maar ik vond de eerste beter. Ja, maar goed, qua spel. Ja, zonder meer. Dat klopt. Veel jongens die gaan nu de komende week weg naar hun nationale elftal. Is dat plezierig voor je? Nee, niet plezier. Want we hebben geloof ik 4 of 5 man. En dat is heel vervelend. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. En daar wil ik ook niks aan doen. Dus nou moeten ze het voor de nationale ploegen doen. Laten we hopen in ieder geval dat iedereen fit terugkomt. Want dat is altijd weer afwachten. Het kan ook zijn positieve kant hebben. Even in een andere omgeving, andere mensen om je heen. Geen twijfel mogelijk. Want het is gewoon zo dat iedereen ontzettend graag voor een nationale ploeg uitkomt. En terecht ook. Jullie kunnen goede zaken doen dit weekend. Ajax laat wat liggen. Op het moment dat wij staan te praten, moet Twente nog spelen tegen AZ? Ja, maar dat is waar. Natuurlijk speelt het ook mee, maar het belangrijkste is dat we zelf winnen. En we zijn nu met een goede reeks bezig en dan moeten we doorzetten. En het gaat op een overtuigende manier. Het gaat niet met geluk. Dus ja, daar zijn we toch echt wel tevreden over.